Het is alweer een tijd geleden dat we bij Geraldine waren, maar er is ook alweer een hoop gebeurd. Deze ex-eigenaresse van de stadstoiletten steekt haar mening niet onder stoelen of banken. Dus nemen we met haar de gebeurtenissen van de afgelopen maanden door. Het was eigenlijk meer de maanden van de excuus, heb ik gemerkt. Bijvoorbeeld een Grappenhaus die een heel sterk beleid had en die zei van dat we allemaal ASO's waren, ja, als we feestjes vieren. Ja, allemaal ASO's, klopt. En zelf ging je ook een feestje vieren en hield hij ook geen afstand. Ja, nee, dat klopt. Misschien is dat ook onbewust gebeurd, dat weet ik natuurlijk niet. Ik zal er niet een hard oordeel over hebben, maar het lijkt gewoon nergens op om ons ASO's te noemen en zelf een asociaal gedrag te vertonen. Als ik ga kijken dat deze minister het beleid bepaalt, ons strafbaar geeft. Ja, dat klopt. Daar heb ik gelijk aan. De meeste mensen hadden wel het gevoel van, als hij zijn schoonmoeder zo in gevaar brengt, want het was allemaal heel gevaarlijk, is het dan wel waar wat zij allemaal roepen? Ja, daar heb ik toch altijd mijn twijfels al over gehad. Ja. Want het is natuurlijk... Ik heb eigenlijk mijn twijfels over gehad. Maar ja, ik ben ook geen virologe voor u. Nee. Ik weet het natuurlijk niet. Maar ik let zelf wel erg op natuurlijk ook. Ja. Als iemand het gehad zou hebben en die zou dat tegen jou vertellen, zou je die dan vermijden? Nee, ik vermijd sowieso niemand. Ik zou wel afstand nemen, hè? Ja, maar goed, als het over is... Ja, maar ik zou toch een beetje afstand blijven houden. Blijf toch een beetje huiverig. Maar ik ga die mensen vermijden. Nee, dat ga ik niet doen. Zit niet in mijn aard. Nee. En dan hebben we natuurlijk nog de miljoenennota. Ja. Die is van de week ook bekend geworden. We gaan allemaal een klein beetje meer betalen. Ja. De zorgverzekering en de energiebelasting gaat ongeveer de consument gemiddeld een 60 euro per jaar meer betalen. Was te verwachten, hè? Ja. Goed, het zal betaald moeten worden. Ondernemers gaan failliet. Maar het Koningshuis die gaat er wel op vooruit. Want die gaat 45 miljoen meer verdienen het komende jaar. Ja. Ja, ik weet het. Maar ik ben toch wel trots op het Koningshuis. Ik weet wel dat ze hartstikke veel verdienen en misschien wel te veel. Maar ja, we kunnen er wel over klagen. Een hele grote categorie klaagt er ook over. Hè? Dat lees ik ook wel op Facebook en in de krant en overal. Hè? Maar er is toch niks aan te veranderen. Want het merendeel is voor het Koningshuis. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb gisteren ook, of dinsdag, hè? Ook voor de doe ik ieder jaar. Ja. Hebben we nou die rijtour moeten missen? Ja, dat snap ik ook. Hè? Daar houden ze zich dan wel aan. En, ja. Het zorgpersoneel dan? Die hebben keihard voor ons gezorgd. Ja. En die krijgen 1000 euro bonus. En in de miljoenennota staat ook dat ze 500 euro bonus krijgen volgend jaar. Maar zij willen eigenlijk een structurele loonsverhoging. Dus eigenlijk gewoon een loonsverhoging hebben. Voor mij mag dat. Hebben ze verdiend. Maar ook als wij dan, als jij dan en Ton dan, zal maar zeggen, 50 euro of misschien wel 200 euro per jaar meer moeten gaan betalen aan zorgpremie? Dan moeten we toch. Of het nou aan hun uitbetaald wordt of het is gewoon verschrikkelijk. Daar zit iedereen mee. Maar zou jij dat het waard vinden, zal maar zeggen, 10 euro per maand meer betalen voor die mensen? Ja, ik wel. Ja. Ja. Wat dat betreft ben ik toch heel sociaal voelend, hè? Jawel. Ja, want ze moeten toch voor ons zorgen. Ze moeten toch voor ons zorgen. Kijk, en we hebben allemaal aan de rand van de afgrond gestaan. Hè? En misschien nog wel, hè? Daar heb je wel het mooiste uitzicht, zeg ik altijd. Het mooiste uitzicht. Maar laten we dan wat meer betalen. En dan het grootste nieuws. Helaas, de stadstoiletten zijn er niet meer. Ja, daar ben ik wel even ziek van geweest. Ja. Wat ik al zeg, hè? Met 0 klanten begonnen. Voor mij was het in het begin nog niet altijd even leuk. Hè? Ik moest ook helemaal opbouwen. Hè? Maar ja, Isabel die wou het niet meer. Hè? Ze had ook wel pech natuurlijk. Hè? Ze kwam al in een rustige tijd, ging ze al opstarten. Ja. En toen kwam dan die COVID-19 erbij. Ja, toen is ze dicht moeten sluiten een paar dagen of een paar weken. En, ja. Wat heb je nog een boodschap voor onze Helmonders? Ja, ik zou zeggen, mensen, leef gewoon door op dezelfde manier wat je deed. Houd toch een beetje afstand. En verder proberen we toch positief in te zien. Behalve corona.